Alm van Duim en Schalei. Waar ligt het aan? Het ijs dat slechter wordt? Eens kijken wat deze René Schurfies ervan doet, van maakt. Ik ben ook benieuwd of Jäger durft. Wel, Jäger is Oostenrijker zoals u weet. Hij heeft betere schaatsen geleerd van Pieter Muller. Maar is van de Amerikaan afgestapt nadat Muller zelf weer geprobeerd heeft om in competitieverband op te treden. Dit zijn de openingen. En dat zijn Schalei openingen boven de 20 seconden. Het zou zo kunnen zijn dat echt het ijs matig wordt. Ja, ik denk het wel. We hebben er net één papier. We hebben het ook geconstateerd, gemeld dat het wat lichter werd buiten. Dat was ook zo, maar inmiddels is het weer heel grijs en grauw geworden. Is de sneeuw ook weer nadrukkelijk naar beneden gaan dwarrelen. En ik weet ook niet wat die machines in die tussenpauzen na elke derde rit op dat ijs nou precies veroorzaken worden. Of het nou wel zo goed is om dat te doen. 53-3 voor Jäger. Ietsje sneller dan Schalei, maar nog niet opzienbarend in ieder geval. Ik weet het niet. Ik heb bij die sneeuwval altijd maar liever dat ze gewoon met die houten schrapertjes een beetje op dat ijs staan om de zaak een beetje te cleanen en verder maar niks doen. En gewoon op grond van de prestatie die in de laatste ritten geleverd zijn, moet je denk ik inderdaad concluderen dat er met de omstandigheden in verslechterende zin iets aan de hand is. 1.26.2 voor de Oostenrijker. Nou, ja, dat kan. Dat kan. Maar ja, Jäger kan er ook wel wat van. Hij was bij de 5 kilometer in Larvik vierde. Dat is een hele aardige vent. Die in dat gekke internationale groepje van Australiërs, Fransen, Engelsen, Schotten leeft. De have-nots, kan je ze wel eens noemen. Jongens die heel weinig geld hebben, die bij elkaar kruipen in de trainingsorde van Insel en Davos, om dan voor een minimumbedrag een kamer te huren, met z'n allen een potje koken. De ene avond eten ze Australisch als de heer Coates aan het gastel staat, de andere avond Oostenrijks als Jäger het doet. En als de heer Fagot, en hoe de andere Fransen ook heet die daarbij zitten, er zijn, dan wordt het helemaal lachen. Zo is Jäger er ook een, schaats Gypsy. Maar hij heeft zijn ritme wel gevonden inmiddels met de 2.33.9. Want dat is maar een halve seconde langzamer dan Thomas Gustafsson. En Schurfies blijft redelijk in het spoor. En wie weet hoe mooi deze mannen elkaar nog zullen kunnen opjutten. Een beetje merkwaardige manier van slag afmaken heeft Jäger met het zo hoog optillen van die benen in achterwaartse richting. Met je Rudy Liebrechts. Ja. 3.085 na 2200 meter. En nog altijd een halve seconde, 16e om precies te zijn, maar achter Gustafsson. Die Schurfies is ook nog een vrij jonge vent. Hij is net 22 jaar geworden vorige week. En heeft 17 staan als persoonlijk record. Maar kijk, komt er goed bij nu hoor. Hij was trouwens nummer 1 bij het DDR-kampioenschap 5 kilometer. En werkt als gasfitter bij het gemeente-energiebedrijf van Oost-Berlijn. We gaan naar de 3 kilometer met twee heren die keurig in elkaars omgeving blijven. 4.18.7 voor de Oost-Duitser om 4.18.9 voor de Oostenrijker. Daarmee hebben ze nu wel toe moeten geven op het schema van Gustafsson, maar dat was ook te verwachten. Maar het verschil is niet eens zo groot, minder dan 2 seconden.
Surfy zet nu door. 4-4-5-3. Dat is een tijd die ze gehouden met datgene dat de heren Nulan en Boshev deden. Het is duidelijk dat een aanval, een serieuze aanval op de toppositie van Tommy Gustafsson nauwelijks meer mogelijk is. En zou het dan echt zo zijn dat de eerste rit meteen kassa was? Waarmee dan ook alle jammerklachten de wereld uit zouden zijn dat het altijd zo ongunstig is als je de eerste rit loodt. Behalve als je gewoon een hele, hele goede mentaliteit hebt. Precies, zo is dat. 5-29-9 inmiddels voor Sjöfisch. Na 3800 meter. Ik ben benieuwd wat de Oost-Duitser nu kan. Nu, wat hij nu gaat doen, hè, tussen de 38 en 4200. Dat is nu bepalend of hij zo rond de 6e, 7e, 8e plaats blijft hangen in het klassement. Of dat hij nu, als hij die versnelling heeft, of hij dan door kan stoten naar een subtopplaats. Het is heel belangrijk om nu naar zijn 4200 meter te kijken. 6-0-5-7. Het zit er nog tussenin, maar het is niet goed genoeg meer. Nee, want dan de eerste binnen bereik zijnde medaille is dan de bronzen waar momenteel de naam van Eri voor staat. Die had hier 6-0-1-5, dus dat verschil is ruim 4 seconden te bedoelen. Nou, Jäger denkt toch, ik heb ook nog een beetje reserve. Het is 41-2, het verschil ten opzichte van Erik is wat kleiner geworden. Hij kruist er zelfs nog net weer voor nu, Jäger, maar ik denk dat het te laat is. En daar gaat Sjöfisch. Nu al wijd molenwiekend, die bocht in. Het is een aardig ritje geweest. En het geeft weer eens een keer aan dat de DDR bezig is met een opmars die er zijn mag. Niet alleen die dames hoor. Want hier komt toch een heer Sjöfisch die bij mevrouw Van Zetten uit Tiel niet bekend is en wel de derde plaats oplevert hier tot nu toe. 7-17-49. En Werner Jäger staat daar met 7-18-61 keurig. Wie zegt u dan? Sjöfisch, een jongen uit Oost-Berlijn. Jong, nauwelijks bekend. 7-17-49. Wij zitten te klagen over het Nederlandse schaatsenrijden. Ik denk ook wel dat het terecht geklaagd is. Maar aan de andere kant, wij roepen dan ook dat die DDR-vertegenwoordigers niet zo best hun heren naar die grote toernooien kunnen begeleiden. Ze staan wel 3 en 4 nu. En als je toch gezegd had, voordat dit begon,